Het lijkt wel een soort intellectuele Sesamstraat. Het gaat heel erg over ver weg, dichtbij, eeuwig, het nu. Er staat een heel mooi zinnetje in. Het einde zit in het begin en toch ga je door. Ja, op het moment dat je er bent, geef je het 100%. En als je even nadenkt, dan denk je, ja jongens, zal ik me zo druk maken? Ja, ik maak me druk. Hoe het is om met deze acteurs te werken, ongelooflijk te gek. Ik geniet van hun ervaring. Ik zat laatst uit te rekenen dat ze bij elkaar ruim 200 jaar op toneel hebben gestaan. Ik heb ook Wacht op Godot gedaan. En dan, het zijn loops, hè? Dus steeds hetzelfde komt terug, maar net met andere woordjes. En als je verkeerde afslag neemt, sla je 4 bladzijden over en je weet zelf ook niet waar je bent. We beginnen toch niet iets te betekenen. Dat vind ik wel een sleutel. Er zitten heel veel mooie zinnen in. Een ander mooi zinnetje is, u bent op aarde, daar is geen remedie voor. Ja, zo'n zin dat blijft is super, hangen. Super somber. We stellen ons voor dat de laatste 4 mensen op de wereld zijn. En dan heb ik persoonlijk geen enkele connectie met de dood. Ik heb er geen angst voor, hij bestaat niet voor mij. Dus ik kan me er heel objectief op werpen.